Het havenbedrijf beheert een havengebied van meer dan 12.500 hectare. Dat is zo'n 18.000 voetbalvelden, uitgestrekt over meer dan 42 kilometer. Met infrastructuur die ervoor zorgt dat de haven op wereldniveau functioneert. Die haven staat nooit stil. De volumes nemen toe. Door digitalisering en verduurzaming verandert de wereld om ons heen fundamenteel. Nieuwe wensen en ambities, veranderende regelgeving en schaalvergroting vragen meer van onze assets. Deze assets veranderen niet in hetzelfde tempo en gemak mee, terwijl we bij de aanleg van nieuwe assets tegen de grenzen aanlopen van wat technisch mogelijk is. Hoe gaan we hiermee om? De Rotterdamse haven zet vol in op een slimme infrastructuur, waar assets onderling en met gebruikers van de haven communiceren. Onze assets bereiden we hier nu al op voor. Zo werken we aan de haven van de toekomst, waar autonome vaar- en voertuigen straks zelf hun weg vinden. Slimme infrastructuur maakt het mogelijk om data real-time uit te wisselen. Deze data vertalen we naar relevante beslisinformatie. Ook het ontwerpen, realiseren, gebruiken en het onderhouden van de assets doen we slim en duurzaam, van aanleg tot sloop. Door het toepassen van nieuwe technologieën, gebruik van sensoren in infrastructuur, inzet van real-time data, het ontwikkelen van rekenmethodes om efficiënter te ontwerpen en onderhoud te kunnen voorspellen. Maar ook door inzet van alternatieve en duurzamere materialen. Met praktijkgericht onderzoek krijgen we meer inzicht in de assets, waardoor we nieuwe assets slimmer kunnen ontwerpen en bouwen. Ook halen we hierdoor meer uit onze bestaande assets. Met de sensoren kunnen we real-time monitoren, zodat we precies weten wanneer onderhoud nodig is. Deze data zorgen ervoor dat we havenassets ook beter begrijpen en ontwikkelen, materiaalverbruik en CO2-uitstoot verminderen en het gebruik van ligplaatsen optimaliseren. Wij werken hiervoor nauw samen met onze klanten, leveranciers en kennisinstellingen voor een slim gebruik van de haven als geheel. Met inzet van data plannen we het onderhoud aan onze infrastructuur en assets, zodat we een bijdrage leveren aan de seamless operatie van de klanten en minder CO2-uitstoot hebben. Kortom, met slim asset management en slimme infrastructuur meer mogelijk maken voor onze klanten en tegelijkertijd hinder en uitstoot voorkomen. Zo zorgen we ervoor dat de haven klaar is voor de toekomst. En worden we de slimste haven van de wereld.